Ja, jongens, vanavond hebben we het over de toekomst met mijn gasten Nordin en... ik vergeet je naam gewoon even. Sorry, dit is zo slecht. Emin. Het is een hele mooie naam, maar ik ben elke keer ook bang om hem verkeerd uit te spreken. Nogmaals, welkom heren. Ik vind het echt superleuk dat jullie er zijn. Jullie zijn supergezellig en dankjewel ook dat jullie deze waardevolle tijd met mij willen doorbrengen. Nordin, heb jij een beetje leuke plannen voor vanavond? Ja, ik heb met wat familie afgesproken, een paar neefjes, vrienden, niet heel veel hoor, gewoon een paar mensen bij elkaar om als het 12 uur is even te proosten. Oh, dat is heel leuk. Ja, en voor morgen, heb je plannen voor een nieuwjaarstui? Nee, ik moet morgen gewoon weer werken in de avond, dus ja. Ik heb al gezegd op werk dat ik met een kater ga komen. Maar je werkt dan voor de radio, hè? Wat zei je? Morgen heb ik show. Geef even een shout-out. Wat ga je morgen doen? Waar kunnen ze je checken? Ja, Phonix gewoon. Als je naar Phonix luistert, je kent me niet. Luister je niet genoeg? Nee. Morgen gewoon tussen 7 en 9. Nordin's Night Out. Kimberly Ramirez komt langs. Showtje. Het wordt sowieso gezellig. Leuk, man. En Emin, wat zijn jouw plannen voor vanavond? Nou... Ik heb een paar dingen in de wandel gehoord. Nee. Het is een hele liefde, jongen. Je gaat naar huis? Even met een vriend van me wat eten ofzo. Ja. En morgen een nieuwjaarsduik? Nee, ik ga morgen gewoon trainen. Dan begint het weer. Dames, je hoort het. Dit is echt de ideale schoonzoon. Hij is nog single, dames en heren. Dames vooral. Hij is lekker single. Je kan ons een berichtje sturen op Den Haag Inside Out op Instagram. En wij koppelen je aan hem. Hij sport, hij drinkt niet, hij feest niet. Echt de ideale schoonzoon. Zeker voor Valentijnsdag. Dus connect ons en ik contact je met hem. Toch? Met hem, hè? Met Emin. Zodat ik helemaal nieuwjaarsplannen naar... Met Emin, want het is gewoon zo'n lieve verlegen jongen. Hij verdient ook een beetje liefde, zeker met Valentijnsdag. Hè? Dat komt er ook weer aan. Sheesh, Gina! Wauw! Nu we het over Valentijnsdag hebben, Nordin. Ja. Wat zijn jouw plannen? Ik ga nog niet af. 14 februari, nee, is te ver weg. Het is over een maand. Ja. Ja, wat ga je doen? Nee man, ik kijk sowieso Valentijn is een beetje overrated, vind ik. Ja, maar je vriendin vindt dat sowieso niet. Gewoon, ik had vorige keer een bosje bloem of zo, maar nee, ik ga nu gewoon uit eten of hotelletje of zo. Oh, je gaat haar verrassen. Ja. Weet je wat je dat moet doen? Dan moet je zeg maar op het bed zo... Nee, ik weet wel hoe het moet hoor. Oké, weet ik veel. Ik dacht ik geef je even advies. Nee, geen tips nodig, heel goed. Oh, oké. En als je kijkt naar, want we hadden het over 10 jaar, wil jij baby's? Ja. In 10 jaar. Wil jij in 5 jaar baby's? Als ik met deze vriendin blijf wel, ja. Oh. Ja, zeker. Ja, maar het is wel raar om erover te praten. Ik ben pas 23, weet je. Dus ik ben nu echt wel bezig met carrière, focus, money maken. Belangrijk. Die muziek, ik wil echt dat mijn muziek ook gaat ontploffen. Dus daar ben ik eigenlijk, dat is wel echt mijn nummer 1. Ja. Maar als ik over 2-3 jaar of zo, dan zou ik het wel leuk vinden. Zeker. Zo schattig. Ja. Maar werkt je vriendin ook in de media? Of? Nee, ze werkt in een ICT-bedrijf. Wauw, heel nice. Ze zegt ook strijder daarin. Wauw. Oké, en Emin, jij wil ook binnen 10 jaar huisje, boompje, beestje, misschien zelfs binnen 5 jaar als ze... De ware liefde ons ineens voor jou DM't, ook binnen 5 jaar, kan ze ook zwanger worden? Ja, waarom niet? Ja? Ja. En waar wil je dan wil je nog steeds in Spanje met haar een kind hebben? Dus het meisje moet bereid zijn om naar Spanje te verhuizen, volgens mij, toch? Ja, tuurlijk. Als voetballer kan je eigenlijk in elk land spelen. Ja. Dus ze moet mee kunnen verhuizen. Ja. Flexibel zijn. Zeker. Minimaal. Ja, heel flexibel. Oké, Nordin. Zijn er gewoontes waar je aankomend jaar mee wil stoppen? Ja. Wat dan? Dom geld uitgeven. Het is niet dat ik veel geld heb, maar gewoon als ik het heb, dan denk ik van... Bijvoorbeeld vandaag bij de Gal en Gal, nieuwjaar. Ik dacht van, laat me ook een flesje voor die halen, En dan zegt mijn vriendin van, hoezo doe je het? Ja. Dat is gewoon weer een barkie die je gewoon op je spaarrekening kan zetten. Oké, dus je hebt een barkie aan drank vandaag uitgegeven. Ja. En leg even misschien voor de kijkers thuis die niet weten wat een barkie is, wat is een barkie? En een barkie is iedereen weet dat. Lieve kinderen die aan het kijken zijn, een barkie is 100 euro. Ja, maar ik denk, mijn broertje kijkt dat ook. Hij weet echt niet wat een barkie is.
Jawel. Donnie Pankbarkie, als jij Den Haag komt, sowieso dat je die kent. Hou serieus, man. Oké, en wat zijn andere geldbedragen die je vaak uitgeeft? Aan wat voor dingen? Tien kop daar, nee. Maar het is gewoon, als ik gewoon money heb, dan ga ik extra veel uit eten. Dan ga ik dit doen, ga ik dat doen. Maar ik moet gewoon voor mezelf leren maandelijks vast bedrag opzij leggen. Want je weet niet wat er in de toekomst kan gebeuren. En ook al is het elke maand maar 100 of 200 euro. Aan het eind van het jaar is dat gewoon 2400 euro bijvoorbeeld. Als je elke maand 200 doet. Stel je doet dat voor 5-6 jaar lang, dan kom je gewoon aan een mooi bedrag. Ja. Hey, en Emin, volgend jaar blijf jij lekker in Den Haag spelen? Of zijn er echt al plannen dat je denkt van ik wil lekker in het buitenland gaan spelen? Eerlijk gezegd weet ik het nog niet. Ik heb per jaar niet gespeeld. Mm-hmm. Dus ik wil nu gewoon lekker terugkomen. Ja. Fit worden. Halfjaartje vlammen tot de zomer. Mm-hmm. Ja, en dan mijn contract loopt wel af deze zomer. Ja. Dus even kijken of ik ga verlengen of. Weet niemand nog. Ik zelf ook niet. Dus, En kan je ons meenemen in dat proces? Hoe werkt dat precies? Want je geeft aan, hey, over een half jaar loopt je contract af. Wat gebeurt er dan meestal? Ja, zeg maar, nu worden ongeveer de gesprekken gevoerd. En ik heb wel een optie in mijn contract voor 2 jaar. Mm-hmm. Dus dat die met 2 jaar wordt verlengd. En ja, maar dat is weer een onderhandelingsmoment. Ja. Dus dan ga je praten. Zit er een beetje money in of niet? Ja. Voetbal money, hoor. Je business groeit alleen maar, toch? Ja, toch? Maar ja. Ja. Ja, want je speelt niet voor jeugd, hè? Je speelt echt in het team van ADO. Ja. Nice. Heel nice, toch? Oké, en ADO is superleuk, love Den Haag natuurlijk. Maar stel nou over een half jaar tegen welke club kan jij geen nee zeggen? Als zij jou vragen. Poeh. Ja, Barça. Ja? Tuurlijk. Dan ga je. Ja, kijk, ik denk niet dat het realistisch is op dit moment. Maar, niemand zegt nee tegen Bas. Maar niemand zegt nee. En ook als we het qua money-wise hebben dat ze ineens 20% minder willen geven dan wat je nu verdient. Zou je dan nog steeds gaan? Wie? Barça? Ja. Barça betaalt veel meer. Nee, maar stel, hè, bij wijze van spreken, ze geven je minder. Ga je dan? Nee, man. Nee? Nee, het moet wel of met je op hoger gaan. Hè? Ja, tuurlijk. Iedereen wil vooruit gaan, ja, toch? Daarom. Dus, oké. Hey, maar welke positie speel je eigenlijk? Ik heb totaal geen verstand van voetbal, maar... Ik sta rechts buiten. Oké. Okay. Maar ik ben linksbenig, dus... Ja. Naar binnen komen. Dingen. Ja, is dat een felbegeerde positie? Ja. Nou, dat doe je goed dan, toch? Ja. Ja. Thanks. En Noordin, voor jou, je bent ook natuurlijk heel erg bezig met je muziek. Muziek-wise, wat is echt jouw goal in 2022? Ik heb voor mezelf gezegd een miljoen streams halen op 1 plaat. Ik had voor dit jaar had ik gezegd 250.000 streams op 1 plaat. Het zijn er 400.000 geworden, dus daar ben ik heel blij mee. Het klinkt wel dom om het te zeggen op cijfers, hoor. Maar het is gewoon, je maakt zoveel, je brengt zoveel uit. En dan hoop je gewoon dat je volgend jaar die miljoen streams pakt. Ja. Dat je het jaar erop die gouden plaat pakt. En het jaar daarop bijvoorbeeld de platina plaat. Dat hoop je dat het zo gaat. Ja. Het kan ook zomaar zijn dat ik dit jaar niet eens de streams haal die ik vorig jaar heb gehaald. Dat weet je gewoon niet. Maar ja, ik hoop gewoon wel op die miljoen streams op een solo track. Dus ook niet... Ja, gewoon wat echt van mij is. Ja, en dit is denk ik een vraag die heel veel jongeren zich afvragen. Hoe kom je zeg maar met je muziek op Spotify? Is dat is heel moeilijk? Easy, is echt heel easy. Je hebt wel wat je wel voor nodig hebt, is een distributeur. Ja. Daar upload je jouw muziek. En die zorgt er vervolgens voor dat het op Spotify, iTunes, op al wat die platformen. Wat is een distributeur dan? Ja, distributeur, jij levert je muziek aan bij die persoon of dat bedrijf. Ja. Je hebt, ik zit zelf bij IC Distributie. Dat is in Nederland wel, die is echt wel goed voor independent artiesten. Dus als je artiest bent, independent, ga sowieso IC Distributie checken. Ja. Verder heb je DistroKid, TuneCore. Wat je doet, jij levert jouw muziek aan, je levert je artwork aan, je levert alles aan zodat zij het online krijgen. Ja. En zij zetten het vervolgens online en dan krijg je vervolgens je money op basis van een aantal streams. Ja, en ik heb wel eens gehoord dat het echt niet heel veel geld is per view. Klopt. Weet jij de exacte bedragen? Het is fucking hard. Struggelen voor die streams. Hopen dat je... Iedereen die kijkt die een mattie heeft... Streamen. Ja, streamen. Dat sowieso. Maar buiten voor mij. Mensen die denken van... Ik heb maar 400 volgers op Insta. Wat boeit het voor mij dat ik het in mijn story zet? Maar dat hele delen, die algoritme... Ja. Dat jouw tune wordt gedeeld. Dat mensen het weer zien. Dat balletje moet gaan rollen. Ongeveer met streams is het zo. 1 miljoen streams staat gelijk aan... 3200 euro / 4000 euro. Oké. Okay.
Ik heb in totaal, ik ben 3 jaar bezig, niet eens 1 miljoen. Ik heb nu bijna, ik heb iets van 980.000 streams. Oké, dus krijg je dan maandelijks een paycheck van? Ja, je kan ervoor kiezen of wanneer je uitkiest. Maar ik heb nu gewoon gezegd dat ik het wil houden totdat het een leuk bedrag is. Dan kan ik het eraf halen en dan kan ik het direct in mijn muziek stoppen. Want zoals ik al zei, ik kan nog niet zo goed met geld omgaan. Ja, niet dat ik een geldprobleem heb of zo, maar ik moet dat gewoon beter in worden. Dus daarom laat ik het staan totdat het een mooi bedrag is, wat ik gelijk in mijn muziek kan investeren. Ja, en wat volgens mij ook wel een goede tip is als je een artiest wil supporten, is gewoon muziek op replay zetten. Ja, dat kan ook, dat kan ook. Maar gewoon echt zijn muziek delen en dat is echt een belangrijke. Ja. Hey, en Emin, wil jij met iets stoppen voor aankomend jaar? Slechte gewoontes of iets? Nee, ik heb niet echt slechte gewoontes. Nee, zie je echt de perfecte schoonzoon daar? Nee, dat ook niet. Dat ook niet. Roep even je ouders erbij, kunnen ze hem gelijk zien. Roep even, zeg man, pap, kom, hier, dit is jullie nieuwe schoonzoon. Dit is hem. Hij voetbalt, hij wil huisje, boompje, beestje, geen slechte gewoontes. Echt deze jongen. En jij Gina, zijn er dingen voor jou die jij niet in 2022 mee wil nemen? Ik denk sowieso, ik sport niet zoveel. Mm. Ik denk echt dat ik wil gaan sporten. Ja, dat is belangrijk. Ik wil gewoon die booty trainen. En ja, ik vind het gewoon belangrijk. Voor mensen thuis die niet weten wat booty is. Ik wil mijn billen trainen. Oké. Ja. Zeker. Dankjewel. You're welcome. En zijn er dan ook dingen die jij sowieso mee wilt nemen naar 2022? Wat dit jaar goed ging en waar je mee door moet gaan? Ik zei natuurlijk net dat ik gerevalideerd was een jaar lang. Mm-hmm. Dat heeft veel discipline gekost. Dus hard trainen, elke dag. Dus dat wil ik weer meenemen naar volgend jaar. Ja. Dat ik dan nog sterker kan worden en mijn potentieel nog verder komt. Dus dat man. Ja, woon je eigenlijk nog thuis? Ja, heel rijk. Ja, ik woon thuis. Ja. Ja. Ben je een beetje een moederskindje? Ja, sowieso. Ik hou van mijn moeder. Oh, love naar jouw mama gewoon. En oké, laatste vraag ook aan Noordin. Wat wil jij meenemen naar 2022? Ja, hetzelfde als jij, ik moet gewoon meer gaan sporten. Ook je booty trainen? Ja, niet mijn booty, maar wel even die sixpack moet ik wel weer terug. Heb je ooit een sixpack? Ik heb zeker ooit, ik heb een tijdje gekickboxd, ook wedstrijden gedaan. Dus toen was ik wel echt, gewoon echt wel fit. En in mijn hoofd denk ik dat ik dat allemaal ook nog kan, maar dat kan ik gewoon niet meer. En ik merk dan af en toe ga ik trainen en denk van, ik ben gewoon echt oude lul aan het worden voor een guy van 23. Dit kan gewoon niet, snap je? En die lifestyle die ik heb is ook een beetje zo wisselvallig. Soms werk ik in één keer 6 tot 7 dagen bij Phonics. Soms connect iemand midden avond. Dan ik kom nog even studio. Die neemt er weer een drankje mee. Zit je daar tot 4:30. Je bent 5 uur thuis. Soms draai je dan weer. Wat een zwaar leven. Nee, maar mensen onderschatten. Ik wil het. Ik ga ervoor. Ik ben ervoor gemaakt. Want ik ben echt voor dit gemaakt. Dat is gewoon zo. Alleen het lijkt allemaal heel rooskleurig, maar het is wel een aanslag op je lichaam ook sowieso. En ik ben nog niet eens daar waar ik moet gaan zijn, dus dit gaat alleen maar meer worden. Nou, ik denk dat jullie allebei aankomend jaar super succesvol, nog succesvoller gaan worden. Dankjewel ook voor jullie tijd nogmaals. Jij bedankt. Ja, ook bedankt. Ik vond het echt heel gezellig met jullie. Ook jij thuis, dankjewel voor je tijd. Ik wens je echt een hele fijne jaarwisseling en een gelukkig nieuw jaar. Dit is de laatste van dit jaar alweer, maar niet getreurd. Je hoeft niet weg te zappen. We hebben nog een paar leuke dingen op onze website, dus blijf lekker kijken. En ik zie je snel weer. Doei doei!